Die Willem-Alexander, die staat op het punt weer een blunder te begaan, hè? Ja. Ja, weet je nog, 3,5 jaar geleden? Ja. En toen moest iedereen binnenblijven voor corona en hij ging woep op vakantie naar Griekenland. Ja, en hij wist niet hoe snel hij terug moest komen en door het stof te kruipen en zijn excuus te maken. En nou gaat hij weer een enorme fout maken. Vrienden, want ja, Nederland is in rep en roer. Heel Nederland valt stil op dit moment eigenlijk. En is bezig met de halve finale EK. Ja. En straks lopen er, weet ik veel, 70, 80 of 90.000 Nederlanders lopen daar in Dortmund. Allemaal in het oranje. En iedereen is er vol van. Nou, maar niet onze koning. Nee, onze koning die is in geen velden of wegen te bekennen, want hij is weer op vakantie. Ja, zit weer in Griekenland. Hoe vind je hem? En dat is pas bekend, hè? Dat schema van de EK. Als je die hele periode nou gewoon lekker thuis blijft, Willem-Alexander, bijgenaamd Alex, dat is toch niet te geloven. Elk land heeft al ongeveer zijn koning op bezoek gehad. Spanje, Denemarken, België, Prins William uit Engeland, die zijn allemaal al geweest. En niet voor de halve finale. En nu komt de halve finale en Willem-Alexander is op vakantie. Hey, wij betalen jou, weet ik veel. Nederland betaalt jou 1 punt en nog wat miljoen. Ja, om gewoon dit soort dingen te doen. En je toont weer voor de zoveelste keer toch dat je geen verbinding hebt met het Nederlandse volk. En wat voor adviseurs heb jij? Dat kan toch helemaal niet wat hier gebeurt, beste vrienden. Daar hoort toch gewoon halffinale EK. Daar hoort gewoon onze koning te zitten. Luister eens even goed, Alex. Als de wieden weergaan, en als je niet weet wat het betekent, dan zoek je het maar op. En dat betekent bliksemsnel. Als de wieden weergaan, zorg jij gewoon dat je een vliegtuig pakt en dat je zorgt dat je in Dortmund terechtkomt. Ja, en dat je daar gewoon bent bij die wedstrijd namens Nederland. Ja, en dat we niet weer een of andere halve garen staatssecretaris van sport afvaardigen. Dat kan toch niet? Jij hoort daar te zitten en je zorgt maar dat je er bent. Als de wielen weergaan. Ja, en als je er niet bent, hé, dan kunnen we beter dat hele koningshuis opheffen.